Een personal trainer is een sportinstructeur die cliënten persoonlijk begeleidt bij het behalen van hun doel of doelen. Het beroep personal trainer kan betrekking hebben op een sportinstructeur of heeft betrekking op een fitnessinstructeur, afhankelijk van de soort sport. Een personal trainer kan ook gezien worden als een coach, omdat de belangrijkste taak van een personal trainer is het coachen van cliënten. Een personal trainer kan cliënten op verschillende manieren begeleiden, afhankelijk van het doel. Denk bijvoorbeeld aan mensen die hun vetpercentage willen verlagen, aan mensen die goede sporttechnieken aan willen leren, aan mensen die te maken hebben met een blessure of aan het geven van voedingadviezen. In de meeste gevallen zullen de werkzaamheden van een personal trainer betrekking hebben op diverse vlakken, afhankelijk van het doel. Vooral voor mensen die nieuw zijn binnen de krachtsport is het erg belangrijk om de juiste technieken en oefeningen aan te leren omdat er anders blessures kunnen ontstaan. Ook is het belangrijk binnen de krachtsport om oefeningen af te wisselen zodat de spieren kunnen herstellen. Dit zijn allemaal voorbeelden waarbij een personal trainer prima kan helpen. Een personal trainer is dus een sportinstructeur dan wel fitnessinstructeur die cliënten coacht op het gebied van gezondheid. Gezondheid heeft betrekking op beweging, maar meestal ook op voedingadviezen. Voedingsadviezen zijn over het algemeen nog belangrijker dan het daadwerkelijk sporten, omdat voeding voor een groot deel zal bepalen of iemand gaat afvallen. Een goed opgeleide personal trainer kan dus meestal ook voedingadviezen geven, echter kan hiervoor ook een voedingkundige ingeschakeld worden als dat nodig is. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een personal trainer het beste omschrijven als het begeleiden van mensen op het gebied van training, voeding, rust en de mindset.